Het werken in het team vastgoed, dat is voor mij heel boeiend. Vooral omdat wij hele bijzondere objecten beheren. Het gaat van sporthallen, zwembaden tot en met culturele panden, buurthuizen. Maar ook wel bedrijfsmatig en een aantal woningen. Verder houden we ons bezig met het beheren van gronden. Ja, ik zoek een vastgoed senior, een professional die eigenlijk alles op het gebied van vastgoed weet. Zowel het administratieve gedeelte als ook het bouwkundige gedeelte en het commerciële. Onderhandelen met huurders, met pachters, verkopen van vastgoed. We hebben een hele diverse vastgoedportefeuille, gemeentelijk vastgoed. Dus het varieert van woningen tot en met een poppodium, bedrijven, loodsen, alles wat erbij komt kijken. Scholen. Daarin ook zelfstandig goed kunnen adviseren, richting het team, richting mij, richting de wethouder, richting de programmamanager, met verstand van zaken goed stevig neer kunnen zetten. En vervolgens daar in alle openheid ook met elkaar over kunnen van gedachten wisselen, om tot goede adviezen te komen en resultaten te bereiken. Ik zou het echt fijn vinden als mijn nieuwe collega echt een sparringspartner kan zijn voor me. Lekker stoeien met verschillende casussen. Het leuke van deze functie en überhaupt van onze organisatie is ook, wij leggen de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk. Dus die senior die hier gewoon echt als de vastgoedprofessional binnenkomt, die krijgt in die zin ook alle ruimte en alle vrijheid om dat wat hij of zij verstandig vindt om te doen, om dat ook echt te gaan doen.